Ten eerste, zij was vergeten dat ik, de juffen die staken. Als ik slijm wil maken met deze lijm, gaat die werken. Hup. Hele sterke geur. Hallo, goedemorgen. Hier heb ik dus gisteren, hoeveel potjes? Acht potjes van gekocht. En Jolen zegt nu dat je hier geen slijm van kan maken. Of in ieder geval dat het heel erg stinkt. Dat lijkt me ook niet de bedoeling dat we allemaal haai worden. Jola is weer lekker aan het knutselen. En dat is dus wel heel erg leuk dat ze vrij is vandaag. Gaan we zo nog even lekker de sneeuw in met Dex. Ja! Ja! Ja, naar de dijk. Ja. Leuk! Jolaatje, die is nog steeds heel erg fan van Olaf. Er was een keer dat we echt een hele grote Olaf hebben gemaakt. En toen moest Jola heel erg huilen dat we hem in de steek moesten laten na vakantie. Ja, misschien hebben jullie hem wel gezien. Het is wel een aantal jaar geleden, hè joh? Ja. Dus ze was nog heel klein, maar het is zo'n schattig filmpje. Hier komt ie. Gaan we missen? Misschien is hij er volgend jaar nog. Zo, en nu even pap maken. Ja. Dit is nog eens echt leuk. Je hondje uitlaten. We zijn hier ook lekker aan het sleeën. Zeker weten? Anders pak ik mijn snowboard. Dan kunnen we daarop naar beneden. Nee? Nee? Dit is een goed heuveltje ervoor hoor. Je eindigt misschien wel in de sloot, maar waarschijnlijk niet. Nee, ik hoef niet op de snowboard. Trouwens, mama, kijk. 3, 2 en go! Woehoe! Dat was vet. Ik heb net turnen afgezegd voor Jola. Omdat ze vond dat ze heel erg verkouden en niet zo lekker was. Maar er valt niet zoveel aan te merken hier in de sneeuw. Volgens mij vindt ze het toch wel leuk. Ja, het is toch wel lekker om even een frisse neus te halen. Ook al is ze zo verkouden. Maar er schijnt ook echt een lekker zonnetje. Dus... het is ook helemaal niet koud meer nu. Zo, we gaan weer rijden. Want we hebben even wat dingetjes nodig. Dus we gaan het er weer op wagen. Maar de wegen die zien er eigenlijk heel erg goed uit. Dus ik denk dat het wel prima gaat. Zeker vergeleken met gisteren. Jola die zoekt even een gerecht uit voor vanavond. Nee, voor morgen. Oh, vanmorgen. Ja, voor vanavond heeft ze al uitgezocht. Maar dan weten we wat voor boodschappen we moeten doen. Chicks Love Food, waar ik laatst was. Een pan pasta met tomatensaus. Jee. Ja. Is dat wat voor Bart? Ja, Bart heeft die andere al. Kijk, hij heeft er alleen. Deerbeer. Oh. Zo grappig zeg. Voorbij hier. Leuk. Even alle nodige dingetjes aan het halen. Oh. Kijk. Oh dear. Vind je het leuk, Jola, vanmorgen? Voor mijn verjaardag. Kijk dan.
Ik weet het niet. Kijk dan. Wat is dat? Wat is dat? Tiara. Of wil je deze om uit te drinken? Wat zijn het allemaal? Echt waar? Ja? Ja. Hoe komen ze erbij? We zijn dus op zoek naar tekenboeken, want we gaan een Drama Live video maken deze kerstvakantie. Allebei, Yola 1 en ik 1. Maar dat willen we heel graag in een soort boek doen, waar we dan lege bladzijden hebben. En er komen ook foto's bij van ons leven. Ja. We hebben waarvoor we bij de HEMA kwamen, namelijk slagroomtaart! Lekker! Ik heb iets binnengekregen, Yola. Voor ons! Om te dragen tijdens de vlogmas. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Wat zal het zijn? Een jurkje. Geen idee. Oh, wat leuk! Ja. OMG! Dat is zo leuk! Ja! Voor jou? Welke voor mij? Ik ga hem nu aandoen! Ja! Dit is mijne. Echt zo super leuk. We hebben van de Hunkemuller twee bijpassende onesies gekregen. Echt heel erg leuk. Nou, we hebben hem aan. Dit zijn ze. Yay! Echt hele leuke pakken. Eigenlijk heb ik ook een nieuwe. Eigenlijk. Want die aap die was wat klein. Ik vind hem echt heerlijk zitten. Ja, bij mama is echt zit, lekker. Bij mama zit hij nog een klein beetje, ik weet niet. Ja, wat? Ze gaat er snel uit. Zo, vandaag maak ik andijviesdampot, want dat vindt Yola heerlijk. Nog wat pompoenstukjes doorheen. En ik maak ze met vegetarische hamburgers en heel lekker vegetarische spekjes weer. En dan goed doorheen bakken. Heerlijk. Zo, ik had nog heel eventjes een beetje tijd over. Oh, heet. Dus ik dacht, laat ik eens eventjes tot Bart beneden komt. Want die is nu, wat ging hij doen? Nog een contract opstellen, geloof ik. Laat ik eens even een paar reacties doornemen. En mijn nagels lakken. Morgen ben ik jarig. Woehoe, 33. Niet dat ik daar heel veel aandacht aan besteed normaal. Ik ben echt zo iemand die het nooit viert. De laatste keer dat ik het heb geprobeerd om te vieren was op mijn 30ste. En toen dacht ik, nou, ik vier het nooit. Dus ik ga het een keer doen op mijn 30ste. Want ja, dan word je toch 30. Maar ik ben echt op zo'n rotdatum jarig. 13 december, net na Sinterklaas. Voor de kerst. Heel veel andere dingen te doen. En dan ook nog oud en nieuw. Waarbij je ook weer met elkaar afspreekt vaak. Dus ja, vaak dan schiet mijn verjaardag er dan een beetje bij in. En dat snap ik ook wel, dat je dan op het laatste moment afzegt. Nee, maar ja, ik vind zelf naar verjaardagen gaan omdat het moet, vind ik ook altijd heel erg vervelend. Dus dat wil ik andere mensen dan ook niet aandoen. En daarom vier ik het eigenlijk nooit. Het belangrijkste is dat Bart, Yola en die er lekker voor me zijn. En dus we gaan morgen lekker uit eten met z'n drietjes. In de vlog van maandag had ik een stukje laten zien van de nieuwe intro. Of eigenlijk een bumper, zoals je dat noemt. Die dus vanaf januari elke vlog in het voorstukje zou komen. En dat moet eigenlijk gewoon of alleen mijn logo zijn. Maar in dit geval zat er een beeld tussen van mij en Yola en van mijn hoofd een paar keer. Daar was heel veel reactie op gekomen over, of ik had gevraagd of jullie het leuk vonden. Dus uiteraard krijg ik ook reacties en dat vind ik hartstikke leuk. Dus thank you in ieder geval voor alle tips. Ik vind het heel erg belangrijk wat jullie daarvan vinden.
Want het is iets wat elke keer weer voorbij komt. Dus het moet gewoon super leuk zijn. Eigenlijk voor iedereen. Dat kan nooit. Maar ook vooral voor mezelf. Maar ook voor jullie. Eigenlijk is het me opgevallen dat iedereen vroeg, waar is Bart? Nou, dat heb ik gelezen. En dat snap ik ook wel. Het moet natuurlijk een beetje laten zien wat we allemaal zijn. Dus ook Bart. Dus Bart is heel erg druk. Heel vaak. Dus ik krijg het vaak niet voor elkaar om echt even een goed shot van hem te nemen. Wat echt maar zeg maar gepland is. Maar nu heeft hij beloofd om het morgen met mij even te doen. Dus let op zo. We gaan ervoor. Nou, en dan kan ik hem ook in de beelden verwerken. Maar dat ik zelf natuurlijk het meest in beeld ben, dat ja, is natuurlijk wel logisch. Want het is en blijft natuurlijk wel het kanaal Disna Lomans. Dus het draait uiteindelijk natuurlijk meer om, ja, om hoe ik dingen interpreteer als mezelf, maar ook als moeder en alles daaromheen. En ik wil hun ook sowieso nooit verplichten om dingen mee te doen. Of, je zult het wel zo begrijpen. Haha, Jola heeft verzonnen dat de juffen morgen staken, zegt Natasja. Ja, oeps, ze had gelijk. Inderdaad, oeps, ze had gelijk. Dus Jola was vandaag thuis. Ik ben soms echt zo laks met mailtjes en zo. Ik krijg zoveel mailtjes dat ik heel vaak dit soort berichten, dus van een staking op school of zo, dat ik het gewoon even mis. Of soms dan heb ik het wel in mijn agenda gezet, maar dan ben ik er gewoon, heb ik gewoon nog niet in mijn agenda gekeken wat ik de volgende dag allemaal heb of moet doen. En dan ontgaat het mij. Het is echt af en toe denk ik echt van, oh, slechte moeder. Home Alone, top tip. Ken je vast nog niet. En bedankt. Leuke tip. Wie was dit? Home Alone. Marleen B. De alleskunner die je hebt is niet goed voor slijm. Nee, ik weet het. Ik heb vandaag dus weer de hele dag naar die lijm gezocht voor slijm. Maar ik kan hem dus nergens vinden. Terwijl de vorige keer dat Jola slijm ging maken, hebben we het wel gewoon gekocht bij de Action. Maar het is nu echt elke keer uitverkocht. Is dit vandaag opgenomen? Want in het begin stond er dinsdag. Nou, vandaag opgenomen? Oh, heb ik dinsdag erin gezet? Oh, hè? Beetje moeilijk af en toe die dagen. Ik heb het dus vanochtend geëdit en vandaag is het dinsdag. Het voelde vandaag ook echt als woensdag, omdat Jola er was. Sorry, foutje. The Family Man, zegt Monique. Ja, dat vind ik ook echt een hele goede film. Hele goede. Die denk ik ook heel vaak weer aan of zo. Ik weet niet, met kerst. Ik vind het echt een goede film. Family Man, die heb ik helaas al gezien. Oké, dus nu is mijn vraag aan jullie. Waar kan ik slijm kopen voor Jola? Want wij willen gewoon heel graag kerstslijm gaan maken. Dus, nou, zoals jullie zien, ik vind alle reacties super leuk. Dus blijf vooral reageren. Praat mee over de vlogs, over de dingen die mij bezighouden. Die jij misschien ook leuk vindt om over te hebben. Of mijn tips voor mij hebben. Maakt me allemaal niet uit. Ik vind alles leuk. Ja.